Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik twijfel een beetje over wat ik aan moet trekken. Want ik heb dit shirtje aan van Chiquelle. Sorry, mijn spiegel is echt kapot vies. Deze broek van de H&M en mijn Alexander McQueen's. Maar ik weet nu dus niet of ik dit wel leuk vind staan. Die broek zit ook echt heel erg wijd bij mijn knieën. Maar ik weet dus niet of ik met deze schoenen leuk vind staan. Want nu ben ik wel helemaal zo'n kaboutertje voor mijn gevoel. Dus ik ga het even met andere schoenen proberen. Misschien dat ik het daar leuker mee vind staan. Oké, ik heb mijn rode schoenen erbij aangedaan. En dat vind ik al ietsjes leuker staan. Het is zo irritant dat je het niet helemaal kan zien. Oh, misschien als ik iets naar achter stap. Zo. Nou, je ziet het nu een beetje. Maar ik vind met deze schoenen leuker staan. Ik moet trouwens vandaag weer gewoon naar school toe. Van 11 tot 5. Charles komt me zo ophalen. Althans stuur ze net een Snapchat dat ze nog in haar bed lag. Dus Char schiet op. Ik heb mijn kettingje niet om, die M, omdat die is net kapot gegaan. Maar die neem ik even mee naar school, zodat ik hem even kan maken weer. Ik weet ook niet welk jasje ik hierbij aandoe. Ik denk mijn rode leren jasje. Want ik wilde eerst een spijkerjasje aan, maar ik heb nu rode schoenen aan. Dus dan is mijn rode jasje wel leuk, denk ik. Maar ik ga even mijn tas inpakken. Mijn sportspullen pakken, want we hebben gym vandaag. Super stom. En dan ga ik wachten tot Charter is. Oké, ik doe toch maar mijn spijkerjasje erbij aan. Vind ik ook wel leuk. Spijkerjasjes van de Stink trouwens. Maar ik vind hem niet heel mooi meer. Dus ik wil eigenlijk even binnenkort kijken voor een ander. Maar ik mag tot eind juni niks kopen. Dus moet ik er even mee wachten. Mijn schooltas. Oh, krijg ik ook vaak vragen naar waar die van is. Hij is best zwaar vandaag. Maar die is van het merk Zebra. Geen idee. Als je gewoon op Google intypt Zebra tas dan of zoiets. Krijg je hem vanzelf wel, denk ik. En mijn schoenen gaan mee. Want we hebben gym. En dit zijn echt de lelijkste schoenen aller tijden. Ik snap echt niet waarom ik deze nog gekocht had. Of ik vind de kleur op zich wel leuk. Maar niet voor schoenen. Maar dit zijn volgens mij Nike Air Max Thea. Dus die. Ik ben thuis uit school. Een beetje een rood hoofd. En mijn haar zit een beetje wild. Want we hebben net op school sport gehad. Dus ja, ik heb een ander shirtje aan, want hier heb ik ingesport. En een sportleding heb ik nog aan. Maar goed, ik ga deze week een experiment doen. Want ik zag op YouTube een filmpje van een meisje die dan elke avond haar hoofd 4 minuten op zijn kop ging masseren. En dat aan het einde van de week de haar was gegroeid. Een stuk. Dus ik ga dat ook proberen. Ik heb hier een meetlint. En ik ga nu even meten hoe lang mijn haar nu is. En dan... Het is echt heel pluizig nu, maar oké. En dan over een week ga ik het weer doen. Dus ik ga het voorste... Of ga ik hier achter mijn oor een plukje pakken? Achter mijn oor. Ik denk dit plukje. Oh, dit is niet zo lang. Ga ik een ander plukje. Even een makkelijk plukje. Ik doe wel gewoon even dit voorste plukje. Deze is best wel klein. Maar oké. Deze is... Deze zit ongeveer rond de 22 centimeter, die laatste plukjes. Laten we zeggen 21, 22 ongeveer. Dat is het plukje links. Plukje rechts... Het zal waarschijnlijk niet dezelfde lengte zijn. Even kijken. Ofwel, ik weet het niet eigenlijk. Plukje rechts. Is, ja, die hele sproetje stelt niet echt mee. Maar een beetje 23, 24 ongeveer. En welk plukje zou ik dan nog meer pakken? Het streepje van onder. Au. Oh, echt een hele grote klit. Hieronder ga ik denk ik doen. Die komt tot... Ja, je ziet het niet zo goed. Eigenlijk is het echt heel dom dat ik dit met krullen doe. Ik had eigenlijk mijn haar moeten wassen. En dan moeten laten zien, want dan is het nog stijl. Na de douche, zeg maar. Oké. Ja, dit is ook echt geen handig plukje. Wat ben ik allemaal aan het kutten? Kijk, ik doe het plukje hier boven mijn oor, doe ik. Klein plukje.
Oh, mooi ook dit zo. Top. Mijn koeltje. Ik ben echt aan het kloten. Oh. Zo, en dan over een week ga ik weer precies kijken hoeveel het is gegroeid. Of hoe lang het dan is. En dan zeg maar precies dezelfde plukjes natuurlijk wel. Dit is wel moeilijker, omdat deze niet helemaal... Oh. Ik ga het ook elke avond proberen te filmen als ik dit doe. Dit plukje is wel veel lastiger te zien. Het plukje is ook ongeveer 25 centimeter ongeveer. Oké, okay, dus we hebben 21, 22, 25. Oké. Okay. Dus ik ga dat straks doen, niet nu nog. Ik ga het vanavond gewoon doen voordat ik ga slapen. Elke avond ga ik op mijn hoofd hangen. En een beetje masseren. En kijken of het is gegroeid. Ik ben echt heel erg benieuwd. Dus... Vandaag dinsdag 15 mei en ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb mijn tas al ingepakt, want ik heb vandaag AFP, dat is voor biologie. Daarna heb ik praktijk, daarna ondernemen, daarna BPV, dat gaat gewoon over hoe je stage gaat. En daarna ben ik vrij, dus ik ben 2:30 vrij. Ik krijg ook wel eens de vraag van welke opleiding ik doe, maar ik doe de opleiding schoonheidsspecialist. Allround schoonheidsspecialist, niveau 4 is dat. Dus ja. Maar ik mag niet op school filmen, dus vandaar dat ik nooit op school film. Ik heb trouwens gisteravond, of gistermiddag, mijn bed teruggeschoven tegen de muur. Want zondagavond heb ik mijn muur zelf nog een keertje opnieuw wit geverfd, omdat er nog wat blauwe vlekjes zaten. Dat heb ik ook gefilmd, dus dat zal ik nu wel even in beeld laten zien. Niks bijzonders. Maar gistermiddag was het dus helemaal opgerukt. Dus ik heb mijn bed teruggeschoven. Ik heb mijn spiegel en mijn nachtkastje weer neergezet. En dan deze week gaat mijn vader die klamboe ophangen. Dus dan heb ik mijn eigen hemelbed. Dus ja. Ik ben er wel blij mee dat het nu eindelijk wit is. Wat ik aan heb is... het jasje van de Bershka, maar die is echt al van 2 jaar geleden of zo. Dit zwarte shirtje van Calvin Klein. En mijn flare. En daarbij doe ik gewoon mijn centra's aan. Dus ik ga nu even mijn schoenen aandoen. Even wat eten pakken om mee te nemen naar school. En dan ga ik Charibari ophalen en dan gaan we naar school toe. Oh, oké, ik ben thuis uit school. Het is zo bizar warm gewoon. Het is volgens mij gevoelstemperatuur 30 of zo voor mijn gevoel. Maar het is 25 graden als het goed is. Maar ik heb natuurlijk een lange, oh lekker meteen in beeld. Een lange zwarte broek aan, een zwart shirt. Ik had hier overheen nog een jasje aan. Vanmorgen op de scooter was het best wel koud. Dus ik was zo blij dat ik vanmorgen het jasje aan had. Maar nu, mijn goed. Echt, ik heb hele rode wangen. Ik zweet mijn apentandjes. Maar goed, ik ga even een korte broek aantrekken. Ga ik even lekker in de tuin zitten met mijn moeder, want die zit ook in de tuin. Vanavond moet ik oppassen op de buurjongetjes. Ik ga er verder niet filmen of zo. Vind ik een beetje raar om te filmen in iemand anders huis. En iemand anders kinderen, dat ga ik niet filmen. Maar daar moet ik van 7:15 tot 9:30 oppassen volgens mij. Dus ja.
allemaal. Het is vandaag woensdag 16 mei, ja. En ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb me al helemaal aangekleed, want Char kan zo elk moment komen. Mijn jasje is van de Zara, of althans, het is eigenlijk volgens mij een blouseje of zo om helemaal dicht te doen. Maar ik vind hem leuker om mijn jasje te dragen. Trui, Gis Louisa. Deze broek van de Pieces en mijn groene schoenen. Want ik vind het wel leuk, want die schoenen en dit jasje zijn dezelfde kleur. En ik vind het eigenlijk leuker deze outfit met mijn donkergrijze broek. Maar die zit in de was. Ik heb echt broekencrisis. Ik heb deze broek dan. Deze heb ik nog een keertje, dezelfde. Maar dan dat dat gat nog wat kleiner is. Een grijze broek. Een zwarte verstaartje. En dan heb ik hier nog wel die liggen. En daar nog een paar. Maar dat zijn allemaal van die broeken die je dan zeg maar in je kast hebt liggen, maar niet draagt. Weet je? Dus eigenlijk wil ik even gewoon een keer één echt goede broek. Of nou, meerdere goede broeken kopen. Maar dan moet ik nog even mee wachten. Want ik mag natuurlijk tot eind juni niks kopen. Top. Echt, ik hou van mezelf met die afspraak. Ook de nieuwe collectie van Gis Louise is afgelopen maandag uitgekomen. En precies een week daarvoor maak ik de afspraak met mezelf dat ik niks mag kopen. Maar gelukkig vond ik de afgelopen collectie leuker dan die nu. Dus op zich. Maar goed, ik ga even mijn tas pakken. En dan ga ik naar school toe. Ik zit tot 2:30 op school. Daar ga ik even met Char de stad in. Gewoon even kijken. Dus ja. Oké, ik ben thuis uit school. Of althans uit de stad. Want na school ben ik nog even met Char naar de stad geweest. Want ik wilde natuurlijk hakken voor de verjaardag van Charlotte. Maar degene die ik wilde, die hadden ze niet. Helemaal niet in geen enkele maat. Dus ik moet even online kijken. Maar dat vind ik wel lastig qua maat en zo. Maar ja. Want ik weet niet hoeveel vallen. Ik had ook nog hakken gepast van de Zara. Die zal ik even hier in beeld laten zien. Maar ik kon er echt niet op lopen. Die naald was, of dat, die hak was even dun als mijn vinger. Misschien nog wat dunner. Even dun als een pink of zo. Ik kon er gewoon echt niet op lopen. Maar ja, even verder zoeken gewoon. En anders zoek ik gewoon Isabel Marant aan. Ook prima. En vanavond ga ik naar Mewtwo. Heel erg gezellig. Nu ga ik gewoon even op bed zitten, filmpjes kijken en een broodje eten. Er liggen twee broodjes daar. Die ga ik even opeten, want ik heb echt heel erg veel trek. En voor de rest ga ik eigenlijk helemaal niks doen. Ik was gisteren nog een beetje oppassen. Had ik niks gefilmd, heb ik al gezegd. Oké, leuk. Ja, op school verder ook niks gedaan. En er komt binnenkort, of nou binnenkort over een maand, komt er een hele leuke video aan. Ik heb namelijk een mailtje gekregen van het merk Decennio. Zo spreek ik volgens mij uit. Of ik daar een paar posters van wilde uitzoeken. Dus dat heb ik gisteravond gedaan. Die komen tussen 3 en 8 werkdagen binnen. Dus en daar ga ik dan een hele leuke video mee maken. Althans dat hoop ik, want ik wil ze hier op mijn muur gaan hangen. Want deze muur is heel erg kaal. Hier komt natuurlijk die klamboe, dus dit wordt opgevuld. Maar deze muur is echt heel kaal. Dus daar wil ik het dan op gaan hangen. Maar dat komt pas midden, eind juni ongeveer online. Dus dat duurt nog wel even. Maar dat heb ik dus wel uitgezocht. Wel heel erg leuk. Maar ik ga nu even lekker filmpjes kijken. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag 17 mei. Ik heb net autorijles gehad. Ging heel erg goed gewoon. Ik heb altijd 1,5 uur lang autorijles. Dus dat is op zich wel chill. Want een uur is zeg maar net kort. Als je iemand thuis moet brengen, dan ben je vaak langer onderweg met diegene thuis brengen. En natuurlijk oefen je dan ook wel. Maar nu heb je toch nog zeg maar, een soort extra tijd voor jezelf. Dus dat had ik net. Het is nu 1:50. Ik hoef pas om 1:30 naar school toe. Want ik heb maar van 2 tot 5 les. Mijn school kan echt zo geen roosters maken, maar goed. Ik ga misschien vanavond bij Milan slapen, als het mag van mijn ouders. Want normaal vinden ze door de week slapen niet heel chill. Dus ik hoop dat het mag. Maar, want ik heb morgen wel gewoon stage, maar ik begin pas om 12:00. Dus ik dacht, dan kan het misschien wel. Ik heb net een heerlijk broodje gegeten. Gewoon zo'n keizerbroodje en dan met kaas in de oven. En dan smelt het helemaal lekker. Heel lekker. Ik ben nu even mijn vlog alvast een beetje aan het bewerken. Hij is nu al 17 minuten. En dit is alleen tot gisteren, zeg maar. Maar goed. Ik ben zo benieuwd of mijn haar goed.
gegroeid is. Of gaat groeien. Ik moet natuurlijk tot... Moet ik het maandag eigenlijk ook nog doen? Ja, ik doe maandag ook nog gewoon. En dan maandag hoor je zeg maar het eindresultaat of het echt heeft gewerkt. Dus voor jullie in de volgende week vlog pas. Dat is best wel ruk, want dan moeten jullie een hele week wachten. Maar ja. Ik hoef voor de rest eigenlijk niks te vertellen. Oké, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 18 mei. En ik ben net thuis. Ik had vannacht bij Milan geslapen. Dus ik heb gisteravond eigenlijk ook niet meer gefilmd, want toen ik uit school kwam. Ik was 5 uur thuis. Toen gingen we eigenlijk gelijk avondeten en ben ik daarna gelijk naar Miel toe gegaan. Ik heb wel gisteravond ook op mijn hoofd gehangen en mijn hoofd gemasseerd. Ik heb het alleen niet gefilmd, maar ik heb het wel gedaan. En ik ben net thuis. Ik heb vandaag stage van 12 tot 7. Dus het is nu 11 uur, dus ik ga over 20 minuutjes weg. Ik heb me helemaal aangekleed en zo. Topje van de Zara en gewoon mijn zwarte flare. En ik doe zo meteen even deze lipstick op van MAC. Even kijken of je het kan zien. Dit kleurtje. En die heet Twig. T-W-I-G. Maar we moeten altijd een lipstick op. Maar ik vind het altijd een beetje smerig om dan lipstick van daarop te doen. Omdat die testers gebruikt iedereen natuurlijk. Dus gewoon mijn eigen. Dus die. Dus ik ga zo meteen naar stage. En voor de rest ga ik vandaag niks doen. Dus ja. Volgende week vrijdag ga ik wel wat doen. Gaan we daarna namelijk uit. Want Charles is donderdag jarig. Dus dan gaan we vrijdag gaan we naar haar toe. En dan gaan we daarna uit. Dus dat is wel erg gezellig. Maar vanavond hou ik het lekker rustig. Dus ja. Oh, en trouwens. Ik had natuurlijk met mezelf afgesproken om tot eind juni niks te kopen. Maar dat is best wel lastig of zo. Ik weet niet. Dus ik heb nu gewoon zeg maar dat soort van stop gezet. Maar ik ga gewoon proberen elke maand een bepaald bedrag te sparen. Dat bijvoorbeeld, stel ik krijg €200 salaris, dat ik bijvoorbeeld de helft spaar en de helft mag uitgeven. Dat beetje, zeg maar. Dus dan kan ik wel gewoon dingen kopen, maar dan spaar ik ook een beetje. Want nu geef ik gewoon alles uit wat ik heb. Dat is ook niet heel slim. Dus dan ga ik gewoon dat doen. Veel slimmer. Ik ga nu even nog de laatste 20 minuutjes even filmpjes kijken en zo. En dan ga ik naar stage toe. Ik ben thuis aan stage. Je ziet hier mijn broertje. Maar ik ben even aan het filmen in zijn kamer. Want daar beter ligt. Maar ik heb 2 pakketjes binnengekregen van bol.com. Want ik weet niet of ik dat vanmorgen had gezegd. Maar hoe heet dat? Mijn ding met niks kopen tot eind juni heb ik opgezegd. Want kijk, het is veel makkelijker als ik bijvoorbeeld €200 per maand krijg. En dan zeg oké, de helft ga ik sparen en de helft mag ik uitgeven. Volgens mij heb ik dit al gezegd. Maar gisteravond heb ik dus, mijn moeder... nieuwe markers en een matcha planner voor me besteld voor school. Dus die ga ik nu wel even openmaken en laten zien. Maar niet dat jullie zeggen van, ah, maar je gaat helemaal niks meer kopen. Want ten eerste die regels opgeheven. En de tweede, ah. Oh. Wil je dit aan het filmen? Ja, hè? Ik heb dat van mij nog gestuurd. Naar wie? Op zo'n zo. Heb je een vriendinnetje? Ik maak het ook echt kapot mooi open. Heb je ook wel eens twee aan het kijken? Nee. Ik heb 13 Reasons Why gekeken. Echt wel? Niet? No. Dat was Isa. Ik heb Riverdale gekeken. Oh. Maar ik heb de mintgroene. Omdat Charlotte had al de paarse en ik wilde niet dezelfde. En blauw is mijn lievelingskleur. Dus ik dacht... De blauwe. En er zitten dan gouden sterretjes op. Niet fluiten, zo. Een beetje. Ik heb 1400 volgers op Insta. Ik heb bijna 1400 volgers. Kapot geworden. Huh? En nieuwe markers. En dit zijn, ik weet niet of je dat ziet. Ja, dit zijn die pastelkleuren. Ja, op beeld lijkt ze wat verder, maar het zijn die pastelkleuren. En hier zie je nu de kleur wat beter. Maar die en dan met gouden sterretjes. Dus dat. Maar... ja, dat dus. Maar ik ga eten, want het is nu, hoe laat is het nu? 8 uur. Het is 8 uur en ik heb nog steeds geen avond gegeten. Sam, je zit er heel de tijd te filmen, hè? Nee. Ik zie het wel. Oké, laat in de reacties achter of jullie een video met Sam willen zien. Ja, natuurlijk willen ze dat. Waarom? Oké, doei, ik ga eten.
en hou op nou. Hoi allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb net gewerkt en even onder de douche geweest. En ik heb net, zoals jullie konden zien voordat ik ging, dus ook even 4 minuten om mijn hoofd gehangen. Voor mijn haar. Oh, ik heb echt veel te veel crème. Dat smeer ik wel even op mijn armen. Maar het is dus zaterdag en ik heb net gewerkt. Het was wel heel erg leuk. Er was een nieuwe vrouw en die was echt super, super lief. Echt heel lief. Morgen en maandag is dan de laatste dag dat ik dat met mijn haar ga doen. En ik ben echt zo benieuwd of het is gegroeid. Want ik heb net onder de douche mijn haar gewassen. En voor je gevoel lijkt het dan wel langer. Maar ik weet ook dat het gewoon komt omdat je denkt dat het langer is. Maar ik ben echt heel erg benieuwd. Want kijk, als ik zo kijk, denk ik, oh, het is wel lang. Maar misschien was het ervoor ook wel gewoon zo lang. Maar goed, goed verhaal weer. Ik ben dus aan het nadenken om een camera te kopen. Maar ik weet niet zo goed welke. Want ik wil ook heel graag allemaal extra video's gaan maken. Omdat ik vind weekvlogs wel heel erg leuk om te maken. Maar ik zou ook geen weekvlogs van vreemde mensen kijken. Als ik opeens een meisje van 18 op YouTube zie, dan denk ik ook, ja, ik ga echt niet jouw weekvlogs kijken. Nou ja, dan zou ze echt kapot leuk zijn. Maar weet je, iedereen kijkt naar Annanoesje en Monica Geus, omdat ze... Iedereen kijkt daar, omdat zij bekend en leuk zijn, zeg maar. Maar niemand kent mij, dus dan is het ook... Ja, ik wil gewoon extra video's gaan maken. Ik hoop dat ik trouwens nog gewoon hetzelfde in beeld ben. Maar oké. Ik doe weer deze crème op. Of in. Van L'Oréal. Niet zo heel veel. Oké, dit is best wel veel. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 20 mei. En het is best wel vroeg voor een zondag. Het is namelijk 10:15. En ik heb me al aangekleed. Want wij gaan zo meteen naar Vinkeveen. Naar de boot van mijn opa en oma. Gaan we naartoe. Mute kan hier ook moment zijn. Want die gaat ook mee. Wat ik aan heb is dit topje van Chiquelle. Deze rok van de Monkey. En ik wil eigenlijk... mijn Gucci ring erbij omdoen. Maar hij moet dan even 1 gaatje kleiner gemaakt worden. Want hij is te los voor rond mijn middel, zeg maar. Dus ik hoop dat mijn vader dat nu wil doen. En dan is er geen riem. Dus ja, we gaan lekker varen vandaag bij Vinkeveen. Met mijn ouders, mijn broertje en Miu. En dan mijn opa en oma. Ik heb even een tas gemaakt met dingen. Droge kleren en zo. Want ik weet niet of het water warm is. Maar goed. Oké, mijn vader heeft hem 1 gaatje kleiner gemaakt. En nu past hij. Dus nu heb ik dit aan. Vind ik wel wat leuker. Ik weet alleen nog niet welke schoen ik erbij aan doe. Ik denk van die espadrilles. Of ja, ik heb ook nog andere, maar die zitten in die doos. Maar oké, ik kijk zo meteen wel even. Maar dit is in ieder geval wat ik aan heb. Ik heb ook een bikini mee. Of nou, die heb ik al aan, eentje. En in mijn tas zitten droge kleren. Oh, ik ben helemaal buiten aan van de trap. Maar heb ik gewoon in een knot zitten, want het wordt volgens mij best wel warm. Want als in Vinkeveen wordt het warmer dan hier. Dus ik ga jullie lekker meenemen naar Vinkeveen. En dan hoop ik dat ik wat leuke dingetjes kan filmen. Ik weet het niet, want ik ben natuurlijk ook met anderen en zo. Maar goed, dat zie ik straks wel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.